be too famous, you don't know. Big things are going. What we say? Caribbean, but I saw what we say. Ik heb altijd gezegd dat ik muziek ga maken. Op mijn 8e wou ik al muziek maken. Heb ik al een aantal dingen gedaan om muziek te kunnen maken. Maar ik heb, zoals je weet, eerst andere dingen gedaan na mijn school natuurlijk. Ben ik in het leger gegaan. Van het leger ben ik in mijn vaders bedrijf gaan werken. Daarna heb ik mijn bijdrage geleverd bij de vredesonderhandeling. Ik sta bij Jungle Commando als woordvoerder. Weet je hoe alle groepen komen bij elkaar om te doen? Ik dacht dat het nodig was op dat moment om mijn bijdrage te leveren. Ik ken dit leger goed en ik ken uiteraard ook de mensen in het binnenland, dus ik kon een goede match maken. Met Jungle Commando had je natuurlijk een aantal doelen. Als je terugkijkt erop, hoe reageer je? Ik denk dat de positie van Marons nou beter is dan toen. Ik vind dat het goed is als mensen die een beetje achtergesteld waren, ook nu zitten in het machtscentrum, waar ze ook hun lot kunnen medebepalen. Natuurlijk, als je me vraagt van is het nodig geweest, wat het allemaal heeft gekost om zo ver te komen, dan zou ik zeggen ja, het had geen mensenleven hoeven te kosten. Maar het overal beeld voor mij is dat mensen in ieder geval meer te zeggen hebben en dat neemt de basis weg voor grote ruzies zoals we die toen gehad hebben. Vanaf mijn 8e wist ik ga professionele muzikant worden. Zelfs toen ik in het leger zat of bij Jungle Commando, wat voor functie dan ook. Ik heb altijd geweten van uiteindelijk moet ik muziek gaan maken. En ik was 40 en ik had diezelfde... Weet je, ik was al bezig toen de tijd natuurlijk, maar niet op professionele basis. Dat is zeg maar zo'n 4 jaar geleden begonnen. Soms denken mensen dat het vanaf Asamadeh gewoon bergopwaarts is gegaan, maar dat is niet zo. Ik heb een kleine terugslag gehad dat ik weer ben gaan werken in een fabriek waar je aluminium moest smelten, 700 graden. En dan denk je van, hey, waarom heb ik al die dingen gedaan, voor mijn land gevochten, alles. En dan zit ik hier in een oven mezelf te verschroeien. Maar toen is toen is iemand in mijn leven gekomen, meneer Cliff Waterberg, die heeft me weer een boost gegeven om te zeggen van, hey, ga ermee door en het komt wel goed. I got your back. Het is niet een pad over rozen geweest. Nee, als ik het over moest doen, zou ik het niet meer doen. Ik zou het niet zo. Ik heb heel veel gegeven voor de muziek. Ik bedoel, ik ben nu 50. En ik heb de afgelopen jaren heb ik wat hits. Maar als ik nu nog aan de weg zou moeten timmeren, dan zou ik het niet doen. Ik had niet verwacht dat Surinamers hun eigen artiesten zouden ontvangen hier. Ik maak constant foto's. Ik weet dat het niet komt omdat ik er zo goed uitzie. maar gewoon omdat ze waarderen wat je doet. En ik denk dat het een mindshift of cultuurverandering is. Ik weet het niet. Jouw publiek, je fans, die zitten in Suriname. In Suriname, Frans-Guyana, zelfs fans in Zuid-Afrika, Sint Maarten, Aruba, Curaçao. Ik heb ook vervelende ervaringen als voorprogramma van grote artiesten die... Je zit met hun in dezelfde kleedkamer, maar je telt niet, want je doet maar een voorprogrammaatje. Ik heb vaak in de underdog-positie gezeten. Dat soort dingen heb ik wel meegemaakt, maar ik heb wel een goede samenwerking gehad met bijvoorbeeld Luciano. Ja.
Together we are sending this out to you, people. Africa, me kaine. Yes, I be for me when you see you, Africa. Love if you are same. I'm at in Idwang, I'm so. Heb je een idool? Is Luciano. Luciano. Omdat hij zo geweldig kan zingen en toch nog de eenvoudigste persoon is om mee te werken. Dus dat is mijn idool. Een hele mooie is toch wel een religieus lied, Surf Jah. I said to myself that I must rise and go and testify. Cause I know I was made to Je hebt dreads, is het qua geloof? Ben je rasta? Nee, ik vind het mooi passen bij mij. Ik denk mijn voorouders hadden ook dit soort haar, lang voordat rasta bestond. Maar ik ben geen rasta, ik ben niet van het geloof van rasta. Qua geloof ik dat iedereen de ruimte moet hebben om het geloof te beleiden wat hij zelf wil. En dan geloof ik ook in vrijheid van religie. Kenny, je hebt als militair en later ook nog in Jungle Commando behoorlijk wat gedaan aan in conditie blijven. Maar bij 50 jaar ben je nog in diezelfde conditie. Wat is het geheim? Ik heb geen dieet, ik eet alleen maar vis. Roti met vis. Rijst met vis. Piep, piep, vis. Ik heb zoveel visgerechten. Alles is vis. Oh. Moet je eens kijken, mijn brada. Moet jij eens kijken. Wat, boto? Nog een boto. Nog boy, naast zo'n visie. Ik heb Kenny B op bezoek en ik heb voor hem een van zijn lievelingsgerechten klaargemaakt. Anjumara curry met roti. Blessed love. Ja, ik vind dat... 2012, als we... Ja. En aan alle muzikanten die goed muziek gemaakt hebben, ik zou willen zeggen dat... Ja. Ik ken Kenny als trouwe vriend, ik ken zijn hele familie, zijn zussen. En ik heb altijd bewondering voor hem gehad dat hij het in Nederland niet heeft laten liggen. En dat hij dus is uitgegroeid tot een topzanger, topartiest. Met inhoudsvolle woorden, zijn woordkeus, diepgang, touchable. En een nieuwe dimensie heeft hij bijgedragen, vind ik, aan de Surinaamse muziek. Beschouw je het schrijven van liedjes, het zingen als een vorm van vrije meningsuiting? Ja, zonder meer. Ik vind dat je dat moet doen, maar in vrije meningsuiting vind ik dat je wel rekening moet houden met wat jouw vrije meningsuiting teweeg kan brengen. He, want je weet wat je invloed is als artiest, je weet dat mensen naar jou luisteren. Dus ik vind dat je ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebt als artiest als je gebruik maakt van je vrije meningsuiting. Ik heb niet echt politieke ambities in de zin van echt in een parlement gaan zitten. Maar ik denk dat als de tijd daar is, dat ik wel bepaalde dingen zou willen zeggen. Ja. Ik vind het is ook mijn taak. Ik heb in het leger gezeten. Het groot deel van mijn leven heb ik onder de gewapende machten gezeten. Ik heb voor mijn gevoel genoeg gedaan voor dit land om mijn mond niet te hoeven houden onder bepaalde omstandigheden.
el bambú no con yamoro, wey, fianga y preti. Avisio me kruka y tai, sabita ka jaja y me kawinti wai. Ik zal zeker mijn muziek gebruiken om niet mensen aan te vallen of wat dan ook, maar bij te dragen aan een beter Suriname. If you know what life is worth, you would look for yours and theirs. If there is some love somewhere, answer please my brother. Na kauna Ingris versie. Hoe zie je je carrière verder gaan? Ik ga zeker muziek blijven maken. Ik ben dol op muziek. Ik wil ook met kinderen, met andere talenten wil ik ook samenwerken. Ik wil ook met Surinaamse talenten werken. Gewoon breed in de muziek. En misschien ergens een stand om wat boulanger en dat soort dingen te verkopen om bij te verdienen.